Ja, het is natuurlijk altijd spannend wat er naar boven komt. We zitten natuurlijk met een stukje veiligheid, munitie, afwerkmunitie, brandbommen. Het is niet geheel ongevaarlijk. Wat hebben die jongens geroepen? Hebben ze om hun moeder geroepen? Hun vrouw, hun verloofde, hun vriendinnetje? Je weet het niet. Of hebben ze heftig zitten vloeken? We zijn nu bezig met de berging van vliegtuigresten. Januari 2011 zijn tijdens saneringswerkzaamheden in het Ketelmeer hier vliegtuigdelen aangetroffen. En toen zijn de saneringswerkzaamheden stopgezet en is het proces opgestart om die vliegtuigresten te gaan bergen. Er zijn twee redenen waarom dit vliegtuigwrak geborgen gaat worden, resten van het vliegtuig. Dat is één, openbare orde en veiligheid. Als het het vliegtuig is wat wij denken, zitten de afwerpmunitie, de lading was brandbommen, was aanwezig toen die gecrasht is. Daarnaast zijn er ook nog een aantal mensen vermist op dit vliegtuig dat wij denken dat het is. Ja, je moet rekening houden, een vliegtuig crasht, ook op het water. Het water lijkt niet zo hard, maar als een vliegtuig erop crasht, slaat hij in delen uit elkaar. Dus je moet niet rekenen dat je echt hele grote stukken gaat vinden. Het zijn allemaal delen van het vliegtuig. Meestal de grote delen zijn het landingsgestel, vliegtuigmotoren. Dat zijn eigenlijk de grootste delen die mogelijk gevonden zou kunnen worden. Ja, op het water is het natuurlijk echt te lachen. Het mooie zou zijn dat er heel water is waar je kunt duiken en goed zicht hebt. Ja, dat is hier niet het geval, dus je hebt weinig zicht onder water. Dan kun je dus ook niet met duikers werken en dat is vrij moeilijk. Het is altijd toch weer een zoektocht. Dan moet je denken aan detectiemiddelen. Dan doen we verfdetectie met ijzerhoudend metaal in de bodem, dat kan gedetecteerd worden. Het vliegtuig had natuurlijk stalen delen, moet u denken aan vliegtuigmotoren, landingsgestel daar waar zware metalen delen zijn. Die kun je detecteren. Ja, en dan moet je op de spot moet je gaan graven en dat is natuurlijk, je ziet het niet. Je ziet het pas als het boven water komt. We zitten nu op de 9e dag van de berging en in het begin hebben we dus een aantal zaken onderzocht in het gebied van 100 bij 100. We zitten nu in een gebied van 50 bij 35 dat we bepaald hebben. We hebben al veel aangetroffen, we hebben nu verplaatst, we liggen weer op een wat gunstige positie. Maar we moeten natuurlijk uitsluiten het andere gebied wat we onderzoeken dat daar geen vliegtuigdelen liggen. We hebben ons verplaatst nu en als we dadelijk geluk hebben dan komen er nog meer vliegtuigdelen naar boven. We weten dat het Wellington is, daar hebben we duidelijke aanwijzingen van. Maar het specifieke vliegtuig, dat kunnen we niet zeggen. Tot op dit moment hebben we geen stoffelijke resten aangetroffen. We vinden wel beenderen, maar ja, dat is allemaal dierlijk. Dus voor ons wel een teken, als ze er liggen, gaan we ze vinden. Kijk, maar het is natuurlijk mogelijk dat een vliegtuig op het water geslagen is. Dat eventueel de stoffelijke resten zijn gaan drijven. Dat is heel vaak in de Tweede Wereldoorlog al voorgekomen. Als we kijken rondom het IJsselmeer, liggen natuurlijk heel veel onbekende bemanningsleden begraven. Die dus een onbekend graf hebben. Ja, daar zou ook van deze crash mensen begraven kunnen liggen hier rondom het IJsselmeer. Kijken van welke kant. Het is heel vast, hè? Aan welke kant van de sport dat we zitten nu, waar het is. Ja, kijk. Waar zitten we nu met de bak? Hier? Ja. Oh, ja. En ik leg op de put zoals we zeiden. Ja, ja. Ik kijk, doe maar nou even de zijkant. Ja? Dan ga ik weer een stapje achteruit en dan neem ik hem zo helemaal mee. Waar ga je hier? Hier? Ja, ik doe nu eerst de zijkant. Ja? En dan ga ik een stapje achteruit en dan neem ik ook de voorkant mee. Kijk, dan beslaan ik dit hele gebied zo. Ja. Thank you.
handmatig inklutsen, starten, handen weer uit. Ja? Elektrisch, hè? Hey? Elektrisch. Ja. Cockpit eruit, hè? Ja. Duidelijk lijst met... Ja. Dat was een koffie, zeg maar. Ja. We zien hier wat grotere vliegtuigdelen. Dit is een stukje zijbeplating van de cockpit. Hier zat dus de cockpit eruit. Daartussen kunnen we nog zien dat daar een stuk persplex tussen zit. Dus dat is een stuk van de buitenkant van het vliegtuig. Dit is een brandblusser uit het vliegtuig. Zit nog in de ophanging. Dit is een astrograaf. Dat is een navigatiesysteem waar ze aan de hand van de sterren konden navigeren. Een stuk gedeeltes van de autopilot. Kijk, wat we veel tegenkomen zijn deze plaatjes. Dat zegt ons wat voor systeem dat het is. Maar aan deze plaatjes kunnen we niet zeggen om welk specifiek vliegtuig het gaat. Nee. Op al deze plaatjes zie je dus A met een kroontje M. Dat is Air Ministry. Alle vliegtuigdelen die voor vliegtuigen gebruikt werden en in Engeland geproduceerd. Dat is onder de auspiciën van de Air Ministry. Ik vind het wel zeer interessant altijd. Het is natuurlijk altijd heel mooi om die verhalen van de mannen die ze te veel hebben, ook in hetzelfde type vliegtuig gevlogen hebben. En sowieso de ervaringen van die mensen om dat eens te horen, dus vind ik heel interessant. I was flying when I was 18 actually, and I joined up in December 1940. I think it's very good that they're retrieving it. I hope they can recognize the bodies from the name tags, so that their relatives can visit and find out what happened. Ik heb daar zelf ook gevoel bij. Kijk, nou, anders moet je dit werk ook niet doen. Bij dit werk moet je wel een bepaalde feeling bij hebben. Ja, het is natuurlijk, je bent bezig met een stukje geschiedenis. En, ja, het is dan geschiedenis Tweede Wereldoorlog. Ja, en ik denk dat het ook noodzakelijk is. Dus ik denk dat het een stukje eerder schuld die wij hebben naar die mensen toe. Kijk, want er hebben mensen verschrikkelijke offers gebracht om te zorgen in een wereld waar we nu in vrijheid kunnen leven. Een lief stukje, een aardig stuk. Hè? Aardig stuk. Kijk, ze hadden een heel mooi klein stukje erbij. Nou, de berging op zich is prima verlopen. Ja, we hebben natuurlijk vrij veel vliegtuigen gevonden. Het is alleen zonde dat wij geen boordwapens, geen motoren, geen landingsgestel. Het geeft de indruk dat op deze locatie misschien vlak na de oorlog ook misschien al iets geruimd is. Maar ja, we weten dat het een Wellington is, een Mark 10. We hebben een deel van de bommenlast gevonden. Een deel van de bommenlast is hoogstwaarschijnlijk ook verbrand. Het waren brandbommen. Duidelijk sporen van aan de delen die we gevonden hebben dat het vliegtuig hevig heeft gebrand. Van al die zekeringen, ja. Van al de systemen staan. Ja. We hebben niet het specifieke nummer van het vliegtuig kunnen vinden. Is eventueel nog mogelijk, ik heb nog een aantal plaatjes, die zal ik in ieder geval een foto daarvan opsturen naar Engeland. Daar heb ik ook informatiebronnen. Misschien dat ze er iets mee kunnen en dat dat dan te herleiden is naar het vliegtuig waar we naar zochten. Dat het is. Maar ja, dat is nog even afwachten.